Goedenavond, het is zondag 11 oktober. Dit is Zeeland Nu met het belangrijkste nieuws van vandaag. Zeeland is op het coronadashboard van de overheid van waakzaam naar zorgelijk gegaan. Er is in Nederland geen enkele regio meer die nog op het risiconiveau waakzaam staat. In een dagtijd zijn er 71 bevestigde coronabesmettingen bijgekomen in de provincie. Niet eerder zijn er in Zeeland zoveel besmettingen op een dag gemeld, terwijl het aantal besmettingen landelijk iets is gedaald. En waren er gisteren nog 5 Zeeuwse gemeenten die geen nieuwe besmettingen melden, nu komen er uit alle 13 gemeenten nieuwe meldingen. Er is 1 ziekenhuisopname bijgekomen. Oud-wielrenner, fysiotherapeut en ondernemer Rijn-Jan Elenbaas uit Wilhelminadorp is bezig met de ontwikkeling van een zogeheten ozonpoort. En ja, eigenlijk via een simpel filmpje op social media, Facebook, zag ik dat ze in Spanje al heel veel werken met ozon. Lucht om kamers, operatiekamers te ontsmetten, maar ook water om schoon te maken. Nou ja, toen viel op een gegeven moment op zaterdagavond het kwartje van, joh, wat als je nu een soort poort maakt waar je vernevelde ozon erheen doet, dat je dan ja, mensen kan ontsmetten. Deze zomer beweerde een winkelier in Wemeldingen een ozonpoort te hebben die het coronavirus doodt. Die pretenties heeft Elenbaas niet met zijn poort. We zijn wel gelijk onderzoek gaan doen naar van dood het dan ook corona. Dat mag je niet zeggen en dat moet nog bewezen worden. Dus daar hebben we het ook niet over. Maar eigenlijk in die coronatijd met mijn partner en een aantal Zeeuwse ondernemers de koppen bij elkaar gestoken. En een zogenaamde ozonpoort ontwikkeld die we nu inzetten in de agro- en food-industrie. De ozonpoort staat al bij een bedrijf in Capelle en wordt uitgebreid getest. Er is bijna 270 kilo zwaar vuurwerk gevonden in een garagebox in Middelburg. Aan de Klarinetweg bij een grote verhuurder van opslagruimtes. De politie heeft 2 jonge mannen aangehouden van 17 en 19 jaar oud. Er lagen onder meer nitraten en cobra's in de dozen. Het ziet er niet goed uit voor het laatste café in Biervliet. Het café had het al zwaar door de verplichte sluiting van het voorjaar, de maatregelen daarna en de huur die gewoon doorloopt. Maar de verplichte sluitingstijd lijkt nu het struikelblok te worden. Reden voor François Oosteling om vandaag voor de laatste keer open te gaan. We hadden de weekenden weer een beetje op peil. En ja, maar die starten pas om 10 uur. Dus het is... Om 10 uur 's avonds komt er een beetje volk normaal bij jou binnen. Ja, de jeugd. Dat is een beetje een startpunt pas. En op zondag kon hij normaal rekenen op voetballers en supporters van de lokale voetbalvereniging die na het voetballen een drankje kwamen doen. Maar ook dat is sinds vorige week voorbij. Bewoners en personeel zijn verrast door het plotselinge besluit en zijn een petitie gestart. Want Biervliet zonder café, dat kan niet. Dan hebben we niks meer. Kijk, je kan nog ergens gaan eten en je kan een broodje halen bij de bakker. En anders is het ook maar zielig thuis zitten, zeg maar. De huurbaas heeft een bemiddelaar in de arm genomen om met François tot een oplossing te komen. En als dat niet lukt, waar moet je dan om een drankje? Dat is een goede vraag. Daar moet ik even naar kijken. Ik denk dat het toch een dorp verder fietsen wordt dan. Pompoenkweker Paul van der Zweep uit Geersdijk heeft het hartstikke druk. Zijn pompoenen zijn razend populair. En dat komt niet alleen door het naderende Halloween. Dit is een fleskalebas. In de verse vorm is hij heel decoratief. En als hij gedroogd is, dan is de buitenkant er helemaal af en houden we dezelfde vorm bruin in hout over. Eigenlijk kun je er alles mee wat je maar kunt bedenken. En ik merk in de coronatijd eigenlijk, omdat mensen veel binnen zaten, dat ze iets om handen wilden hebben. En ze hebben dus ook wat meer fleskalebassen besteld bij ons. Niet alleen de sierpompoenen, maar ook de eetpompoenen worden vaak verkocht. Ik denk dat de eetpompoenen in trek zijn omdat er een trend is naar gezonde voeding. En een pompoen is gewoon een heel gezond eten. Die grijze, die verkopen we eigenlijk hier vooral voor de sier. Terwijl je uitstekende eetpompoen is. Want in Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika wordt deze veel gegeten. Omdat deze ook een zoete smaak heeft. Toch moet je bij alle pompoenen wel oppassen dat ze niet te bitter zijn. Die bitterstof die je proeft, die is giftig. Dus niet opeten. Maar goed, je kunt ze dan altijd nog gebruiken om kerstballen van te maken. Er waren mooie goals, maar je kan niet in je eentje alles doen. Dus je hebt 10 voor nodig. En dat hebben we met z'n allen gedaan. En daar ben ik blij mee. De spits van de Terneuzense boys, Peris, was gisteren op schot
in de wedstrijd tegen Oranje-Wit uit Dordrecht. Hier benut hij een strafschop al na 4 minuten. En 8 minuten later is hij op weg om de 2-0 te gaan maken. Een goede actie binnendoor en afgerond in de korte hoek. Peric maakte vorig jaar ook al 3 doelpunten tegen Oranje-Wit. Toen werd er verloren met 5-4. Maar vandaag is er winst. Dit is een prachtige goal, een goede solo. En dan zijn ze bij Terneuzense Boys natuurlijk erg blij met de eerste 3 punten van het seizoen. Dat is heel lekker. Daar zijn we blij voor. In de tweede helft wordt het nog wel spannend, want Oranje-Wit scoort al snel 2 keer. Maar toch gaat Terneuzense Boys winnen. Het heeft in de eerste klasse nu 4 punten gepakt in 3 wedstrijden. Een rustig begin vandaag met een zwakke wind, maar al snel kwamen er in de onstabiele lucht meerdere flinke buien voor, met regenbogen, maar zoals altijd in zo'n buiensituatie en met de wind van zee is het erg helder in de opklaringen en vanmiddag was dat niet anders. Er blijft vanavond en vannacht nog wel kans op een paar buien, maar dat zijn er niet veel, met minimumtemperaturen van 6 tot 9 graden. De wind neemt buiten de kustgebieden vrij sterk af en mogelijk ontstaan er daardoor in Zeeuws-Vlaanderen enkele mistbanken. Morgen krijgen we een zwakke tot matige wind die draait naar west tot zuidwest en het wordt daarmee een vrij mooie dag met de meeste kans op een enkele lokale bui nog 's ochtends in het binnenland. Verder is het vrijwel overal droog tot laat in de avond. De maximumtemperatuur is morgen 12 à 13 graden. Dinsdag is het minder mooi, er is dan een kans op enkele perioden met regen, vooral in de kustgebieden. Na dinsdag hebben we windkracht 3 tot 5 uit het noordoosten en dat zal woensdag en donderdag vrij koud aandoen. Er is dan wel wat zon, maar donderdag lijkt er met die noordoostenwind ook een storing mee te komen met vrij veel buien. En dat is zover het Zeeuwse nieuws en ook het weerbericht van vandaag. Nog een hele fijne zondagavond.